met parlementariër Cedric van Samson van de VHP spraken wij over de kwestie Alibi con Tranga no op het onafhankelijkheidsplein en of dat gewoon een incident is of, en of het zwaar overtrokken wordt. Want we zien er dat er vanuit alle hoeken heel wat kritiek wordt geleverd op het handelen van Bisa-minister Bronto Somoharjo. De parlementariër die ging er als volgt in daarop. Ik denk niet dat het iets met de regering te maken heeft. De regering maakt beleid. Dat wat daar was, was een event, een evenement. Ik weet niet als je een evenement kan brengen in regeerbeleid. Alsof wat er op dat evenement gebeurt is te maken heeft met het hier regeerbeleid. Het was de keus van één minister die gesproken had met een artiest van hoe hij graag die pokoe zou willen. Toch? Persoonlijk, omdat ik zelf ook artiest ben, weet ik hoe het is wanneer je gevraagd wordt om op te treden. Toch? En gelukkig kan ik ervan meepraten, omdat ik in een heel turbulente tijd muziek heb uitgebracht die geen enkele artiest durfde uit te brengen. Toch? Er zijn geen artiesten die gedurfd hebben om ten tijde van Bouterse pokus te maken. Nu wil iedereen bijna pokus maken. Maar het gaat erom dat wanneer je als artiest gevraagd bent om op te treden, dat men je kan zeggen van dit in je repertoire wil ik graag zo, of dit wil ik zo, of dit wil ik niet. Toch, ik heb het ook een voorbeeld gegeven aan een vriend van me. Stel je voor dat ik mijn jaardag zou vieren en ik zou papa Tootje hebben uitgenodigd. En veel van mijn vrienden zijn politieagenten. Toch? Goed, ik alle de matief met de dapé, sabi, man kom bij elkaar. Maar Tootje op een pokoe, bram, bram, bram. En met tegen Tootje dat, Tootje, je loopt alle pokoe vie, maar abram, bram in hem doen. Omdat in een setting zijn midden. Dus, dat kan, dat is begrijpelijk. Dat zie ik niet als censuur. Omdat ik heb je uitgenodigd als artiest. Ik mag je zeggen van, dit wil ik graag, dit wil ik, of dit wil ik niet. Begrijp je? Dus, en aan de hand, elke goede artiest weet dat. Toch? Dus in principe heb ik helemaal geen moeite met welke pokoe je daar ook brengt. Omdat die pokoe, Alibi con Tranga, is geen nieuwe pokoe. En het heeft erin meer dan alleen Alibi con Tranga. Het geeft aan wat we moeten doen te Alibi con Tranga. Dus gelukkig heb ik kunnen zien wat de minister heeft aangegeven. De minister heeft zelf aangegeven van hij heeft die fout gemaakt. En van deze plaats uit complimenteer ik hem dat hij die verantwoordelijkheid heeft genomen. Dat hij het verkeerde inschatting heeft gemaakt. En ik weet niet, als we kunnen zeggen dat dat dan te maken heeft met die hele regering. Dus op grond daarvan vind ik dat het niet iets is waarmee je die regering, want ik las al het kabinet komt uit. Ik dacht, wat heeft het kabinet ermee te maken? Maar ja, dat is het kabinet. Dus ze hebben gekozen om het zo te doen. Maar persoonlijk vind ik dat je als artiest je vrijheid hebt. Maar wanneer je gecontracteerd bent, weet je ook wat men vraagt en wat men niet graag wil. Dus dat is een samenspel geweest. Maar ik ben heel content ermee dat de minister de verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en heeft gezegd dat hij die fout heeft gemaakt. Dus voor mij is daarmee de koos af. Dus u bent er niet eens mee wanneer men zegt dat hij schade heeft berokkend aan imago van die regering? Nee. Kijk, natuurlijk iedereen, als je een hond wil slaan, ga je snel een stok vinden hoor. En daarom zeg ik het weer, die minister heeft die verantwoordelijkheid geaccepteerd dat het zijn verkeerde inschatting is geweest. Toch? Want als je een artiest vraagt van zing je pokoe, maar zing het zo. Als ik een artiest ben, ga ik die pokoe niet zingen zoals jij het hebt gezegd. Omdat mijn publiek, mijn aanhang, kent die pokoe niet zo. En ik ga dat niet doen. Dus als artiest, dus ik kan dat spanningsveld begrijpen van beide kanten uit. Maar ik zag het weer, dat de minister de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Dan kan ik niet zeggen dat het beleid is van die hele regering. Als de minister zelf vraagt, Alibi con Tranga no, un sabi suma meken Tranga. Is dat niet een beetje verregaand en een beetje politiek daarin? Ja, en daarom zeg ik, die minister heeft die verantwoordelijkheid geaccepteerd. Wat hij gewild had van die pokoe. En misschien heeft die artiest niet dat gewild. Dus het is niet alleen politiek. Maar de realiteit is wel, zoals de minister aangeeft, dat unum vergeti fadu contranga. Want dat weet iedereen. Toch? Want als we nu praten over schuldherschikking, we praten niet over schulden die nu gemaakt zijn. Als we praten over ambtenaren betalen, weten we dat het niet alleen gaat om ambtenaren die nu in dienst genomen zijn. Dus dat staat buiten kijf. Dat hoef je niet aan het volk te herhalen. Het volk weet het. Daarom heeft het volk die regering Bouterse weggestemd. Toch? Het is voor het eerst dat een partij die 26 zetels had teruggevallen is naar 10 en bijna eigenlijk minder dan 10. Want als je zetels hebt in plekken waar je maar 1200 mensen nodig hebben voor 2 zetels. Dan weet ik niet hoe sterk je staat tegenover de VHP die in districten waar je duizenden stemmen moest hebben voor een zetel die zetels heeft gehaald. Dus dat is wel alvast één ding wat ik de minister meegeef van, je probeert tegen volks aan volks aan bieden.
Want het volk weet het. Wat we nu moeten doen is ervoor zorgen dat we met gericht beleid de mensen wel een beter perspectief bieden. En ik snap die minister, maar hij hoeft het niet te herhalen. Het volk weet het. Dus het volk sap zomaar mee kan contrangen. Onafdekend volk opnieuw. Wat er nu, waar men nu naar kijkt is, wat doet deze regering om het op te lossen? En daarvoor moeten we wel even begrip hebben van, hé, want ik hoorde u met een andere collega van me praten die aangaf, die regering zit er al 3 jaar. Volgens mij is hij zelfs vergeten dat we in die eerste 2 jaren maar constant bezig waren met het verlengen van die burgerlijke uitzonderingstoestand. Covid, verschuiven, wel niet open. Dat hebben we 2 jaar lang gedaan. Dus ik schrok toen ik het interview keek en ik mijn collega hoorde zeggen, die regering zit er al 3 jaar en heeft 3 jaar al. Maar ja, als je vanuit de oppositie dingen zegt, moet je het altijd, die pepera regering, maar je moet ook eerlijk naar jezelf toe blijven, want je hebt hier gezeten in de zaal en je hebt 2 jaren lang je stem moeten geven voor het aanpassen van die burgerlijke uitzonderingstoestand. Hoeveel zou je kunnen doen in die 2 jaar? Dus wanneer je realistisch eerlijk naar jezelf toe bent, dan kan je komen tot een goede evaluatie. Maar ik denk dat het nodig is om steeds die aandacht te blijven vestigen op wat ons heeft gebracht in die situatie. We weten het. Wat we nu moeten doen is het volk wel steeds uitleggen van waar we naartoe gaan. En doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. En wat men dan ook aangeeft, dat en de NDP die is er vandaag dus uitgekomen met een opinie. En daarin geven ze aan dat het opmerkelijk is dat deze regering nu de nationale feestdagen gebruikt, dus vooral de activiteiten voor politiek voering en wel politiek voering op etnisch niveau. Nou, ik weet niet als de NDP de partij moet zijn om over etnische politiek voering te praten, want we weten allemaal. Zeg je van dat ze de meest multi-etnische partij zijn? Laten ze dat verhaal gaan vertellen aan al die mensen die uit die partij zijn gestapt. Multi-etnisch, waarom is Doekje weg? Multi-etnisch, waarom is Akimboto weg? Multi-etnisch, waarom is Misikaba weg? We weten wat er is gebeurd en wat de denkwijze is van de NDP tegenover een bepaalde groep mensen. Waarom je nooit een voorster gaat krijgen van een bepaalde etnische groep binnen de NDP. Dus mensen moeten niet doen alsof we het niet weten. Want er was ook gezegd, Adin, mijn collega, zou de voorzitter worden. Hij is het tot nu toe nog niet geworden. We weten ook waarom. En we weten ook wat die underground politiek van de NDP was, dat Juan Kulinam Trump president in Suriname. Dus ik denk dat meneer Adin het nu misschien wel niet doorheeft. Wanneer we die dingen zeggen, moeten we eerlijk naar onszelf toe zijn. Wanneer er politieke partijen zijn die op basis van wat die partij gemaakt heeft, blijven promoten, dat zij vinden dat ze bijvoorbeeld de groepen die misschien achtergesteld zijn in hun ogen extra willen belichten en het op die manier willen doen. Toch, dat zeg ik, we moeten wel die grens trekken tot waar gaan we met het promoten van cultuur, van een eigen groep. En waar trekken we die grens van, hé, maar dit wordt etnisch. Omdat wanneer je stelt dat mensen achtergesteld zijn en je gewoon zegt, zo'n groep is achtergesteld. Op basis waarvan zeg je dat? Want als ik in de samenleving kijk, zie ik van alle pluimages Surinamers. Het is niet meer zo dat je een bepaalde groep hebt die niet te zien is. Dus om bij voorbaat te stellen dat een groep achtergesteld is, ik weet niet als men dat doet alleen om sympathie te winnen bij die groep, maar ik denk dat men een meer nationale benadering moet hebben. Dus daar kan ik me wel in terugvinden. Maar om het steeds te praten over multi-etniciteit en zo, laten we elkaar niet voor de gek houden. Multi-etniciteit zie je bij partijen wanneer zij in de uitvoering ervoor zorgen dat alle gebieden waar iedereen woont, dat er dezelfde ontwikkeling is. Als er multi-etniciteit was bij de NDP, waarom is het zo opvallend dat juist de gebieden waar zwarte mensen wonen, er 10 jaar geen ontwikkeling gekomen is? Als NDP in welke multi-etnisch was, waarom hebben ze die kassavefabriek niet gebouwd? Zodat die inheemse mensen en de blakama's zijn daar para, bekend dat die economisch doen. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Dus laten ze maar dat economisch verhaal gaan vertellen aan hun theetante. Maar de realiteit is, ze zijn niet erin geslaagd in 10 jaren die multi-etniciteit tot uiting te brengen in hun beleid. Dat je ziet dat er werkelijk welvaart is, overal. Maar dat hebben ze gewoon niet gedaan. Aloe vera projecten zouden komen in corona. Er zou kokos worden gepland. Bij de blakamangeta en die pinotja nog een ontwikkeling. Dus de man legt nog een multi-etnisch verhaal uit naar de samenleving. Toen laten we kijken wat ze hebben gepresteerd in die 10 jaren. Hoe ze in staat zijn geweest om al die bevolkingsgroepen mee te trekken in die ontwikkeling. En daar zullen we zien dat de gebieden waar de inheemse en de zwarte mensen wonen, dat er geen ontwikkeling daar gekomen is.